Dames en heren, goedenavond. Weer met een nieuwe aflevering van het E van Columbus. U denkt, het bed staat er nog, maar het is zo, dat gaan we zo gebruiken. Weer een met een Bert Frits. Ja. Hij zit er alweer klaar. Frits Bom is weer aanwezig, dames en heren. De schundere serie en Fiona Holtz natuurlijk, dames en heren. Ik ben blij dat jullie er weer zijn. Belangrijk dat we die uitvindingen natuurlijk serieus gaan bespreken met z'n allen. Ik zou zeggen, we gaan gelijk beginnen met de eerste. We zullen wel wachten. En die komt van René van der Laan. En u raadt het al, die komt uit Zwaag. Hallo. Hallo René, je komt zo van je werk, zie ik. Ja. En je lood ging er of zo? Nee hoor, ik heb een snelbedverwarmer uitgevonden. Sorry, een? Snelbedverwarmer. Snelbedverwarmer? Ja. Oh ja. Ja, nee. Heb je zo'n koud bed dan? Ja, het is s'avonds nog wel eens koud, hè. Is het koud in Zwaag? Ja, en ik ben een beetje zuinig en dan stook ik niet op de slaapkamer. Oh, zeg, waar ligt Zwaag, Frits? Vlak bij Horen. Bij Horen, Frits, ligt het. Bij Horen. Zwaag ligt bij Horen. Ja. Wat bent u eigenlijk van uw beroep? U bent ook een uitvinder of niet? Ja, ik ben afdelingshoofd. Afdeling hoofd? Ja, van chef, wat? Zeg maar. Van een, chef? Van de pruimenafdeling? Van de pruimenafdeling. Van de, de verse of van de gedroogde pruimen? Gedroogde. Van de gedroogde pruimen. U uitvindt in uw vrije tijd? Ja. Mooi. Ja. Nou, we zijn vreselijk benieuwd wat dit moet worden. Ik zal even wat gaan demonstreren. Met... Een bedverwarmer. Mag het... Hier een bed staan, als u aan die kant misschien gaat. Ja. Misschien makkelijk. Mag het de deken misschien even terug? Van mij wel, ja, daar zit... Dit is hier maar liggen. Hier, kijk even. Ja, kijk. Ja. Heb ik hier een pijp met gaatjes? Met gaatjes. Oh, ik dacht een hele grote blokfluit. Dus hier even, er zitten gaatjes in. Ja, dat zien jullie allemaal wel. Goed. Ja. Goed. En dan komt dit hier opgemonteerd. Ja. Zo, dan zal ik hem even een beetje op de rand leggen. Hier hoort eigenlijk nog iets aan, hoor. Wat hoort eraan, hoor? Ja, een plankje dat hij net naast het bed... En wat is een gewone huishouden? Ja, dat is gewoon de fijn van mevrouw, ja. Oh. Die is er niet zo blij mee dat ik hem meegenomen heb. Nee, daarom kon ze ook niet mee, natuurlijk. Nee, die zit met de krulspel er nog. Ja. Nou ja, ze ziet u op tv, wat zal ze blij zijn. Wordt hier op gemonteerd. Zo. Ja. En dan eens even kijken of ik ergens een beetje strand kan vinden. Ja. Dan zet het hier nog een bed voor warmer. En dan is dit nog een hele luxe, want hij kan zowel koude als warme lucht blazen. En op twee standen. Ja. Dus ook lekker zomers. Lekker, om zomers is het zo koeler en winters en verwarmer. Ik zal hem even terugslaan. Dit gaat er dan zo weer overheen. Ja, en nu? Ja. Zo. En. Ben u fourier geweest in het leger? Ja, zo lekker bezig. Nou, dan zullen we meteen volle kracht zetten. Ja. En dan blaast de föhn, warme lucht. Ja, voel maar hier. Door de pijp en dan kom uit de gang. Wat verdorie, zeg ik. Ongelooflijk, er komt allemaal warme lucht in, maar dat is lekker aan je voetjes, zeg. Ja, zeg. Heb jij wel eens koude voetjes, Viool? Nee. Nee, dat heb ik al niet. Ja, dat komt zo, hoor. Zo, kijk eventjes. Kom lekker erin voor je koude voetjes, dat is toch lekker, zeg. Je moet eigenlijk die 5 uur zo ook presenteren. Zonder schoenen. Ja, lekker zonder schoenen. Doe uit wat je uit wil, doe uit. Duik erin, zeg. Oh, wacht even, er gaat een microfoontje, dat maakt niet uit. Leg even er weer zo bij. Zo, schuif even een stukje op, ik kom er lekker bij. Ja, doe ook mijn schoentjes uit, ik vind het wel prettig, hoor. Zo. Ah, zeg. Oh, dat is wel duidelijk. Nou, heel lekker, hoor. Wat prettig, hè? Lekker aan je voetjes, hè, van jongen. Maar dit wordt toch veel te heet? Ja, mijn kant is niet lekker. Laten we ruilen. Die kan je gewoon weer. Dan ga ik zelf niet meer weer, hè, zo. Oh, dat is even. Dit is een gewoon mee. Hoppa. Maar, hoe is die lekker, hè? Oh, vind ik criminele uitvinding, hoor. Oh, hij is eruit gevallen. Oh, hier ligt hij. Ik vind het een prachtige uitvinding. Frits, heb je dat aan kunnen zien? Ja. Ik kan mij 60 manieren voorstellen waarop je het warm kunt krijgen in bed. Ja. Maar niet met zo'n pijporgel. Pijporgel? Ik vraag mij af wat daar nou het nut van is, want u zegt u kunt het ook zomers gebruiken. Hè? Nee, je kan ook zwinters. Zwinters voor de warmte en zomers is lekker koude voetjes. Ja, ja. Maar een uitvinding zoals deze dient toch ook daarvoor om te exploiteren, om er geld mee te verdienen, om het op de markt af te zetten. Denkt u nou echt dat u hier
En mag ik voor vindt? Het kan een enorme besparing zijn op de stookkosten natuurlijk, hè? Besparing op de stookkosten, maar je hebt dat natuurlijk de stroomkosten van de Maar dat is maar één minuutje, dan is het bed heerlijk op de temperatuur. Past elke föhn daarop? Nou, het mooiste is wel zo'n luxe type. Dan heb luxe je type, ook die, natuurlijk. Luxe type. Ja. 400, het is lekker warm. Hè? Maar dan ga je thuis. Maar je kan hem ook cool zetten. Ja, dan ga je thuis. Vind je het wat voor thuis dit? Nou, ja, ik vind het wel wat voor thuis. Nou, ik heb thuis altijd warm in bed, hè? Ja. Vertel. Naast mij. Vertel wel. Is het waar? Kan u me even op cool zetten? Ja, dat is echt. Nou, ik vind het een schitterend huis. Dat is heet, joh. Dat is heet. Mijn neus, is dat brandgevaarlijk? Nee, daarom is die föhn juist aan de buitenkant gemonteerd. Maar je kan ook gewoon losse föhn in bed leggen, maar dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Losse föhn in bed. Losse föhn in bed, nu is het, als je viool in bed hebt, dan heb je geen föhn nodig, hoor. Ik vind het een prachtige, machtige uitvinding. Dan gaan we even kijken naar de volgende uitvinding. Kom maar uit, viool. Ja, je mag ook blijven liggen wat je wil. Nee. Het is een schitterend gezicht in ieder geval. Zo. Oh, ik had bijna jouw hoge hakjes aangeschrokken. Nou, dames en heren, dan gaan we even tussen verder met de volgende uitvinding. En de volgende schitterende uitvinding, hè, Frits? Hè? Ja. Jammer dat je er niet in mocht. Nee, ik bedoel dat niet erg. Je had lekker kunnen drogen natuurlijk. Ja.